Wanneer ben je precies dan een overlastverzorger? Nou ja, als je gaat kijken naar wat er nu mogelijk is, of wat er mogelijk gaat worden in de Rotterdamwet, dan kunnen we gaan screenen. Hetzij van mensen vragen die in een bepaalde wijk willen wonen, van we willen een verklaring van goed gedrag. Of we kunnen gaan screenen door te kijken naar politiegegevens. En de gemeenteraad van Rotterdam zal moeten gaan uitmaken welke manier we gaan kiezen in Rotterdam. Dat geldt ook bij criminelen. Zijn criminelen veroordeelden of wat zijn criminelen precies? Ja, als het gaat over het screenen op crimineel gedrag, dan kan je 4 jaar terug in de tijd. Dan heeft, en dat loopt via de burgemeester. Daar zitten allerlei mooie waarborgen aan vast. Maar dan kan de burgemeester in die gegevens gaan kijken. En op grond van meldingen in het politiesysteem over bepaalde personen besluiten om die personen niet toe te laten tot bepaalde wijken. En een melding, is dat een strafblad? Dat is niet per se een strafblad. Dus een aangifte is al genoeg om te zeggen je bent crimineel? Nee, zo eenvoudig is het niet. Het is echt zo dat je in die systemen van de politie moet gaan kijken. En het is niet zo dat als daar 1 melding staat dat je onmiddellijk gelabeld wordt als zijnde een crimineel antecedent. Dan moet er echt wel wat meer aan de hand zijn. Er moeten echt meerdere feiten zijn geregistreerd in die systemen. Nou, is er nogal wat kritiek, hè, op dat systeem? Want de politiegegevens, u zegt het zelf al, het zijn aanmeldingen of meldingen. En wij hebben met z'n allen met elkaar bedacht, ja, als je veroordeeld bent, dan heb je een strafblad en op basis daarvan zou je een aantal consequenties kunnen. Maar als je dat niet bent, dan ben je gewoon een normale burger. Ben je misschien een vervelende burger, maar je hebt niets onoorbaars gedaan, maar je bent niet veroordeeld. Nou ja, je bent wel een hele vervelende burger en daar gaat het om. Ja, als je op dat moment in een wijk het leven van je medebewoners totaal verziekt, en dat kunnen we staven aan de hand van onder andere bijvoorbeeld een heleboel meldingen in het politiesysteem die track records. En wat is een heleboel? Ja, een heleboel. Dan moet echt meerdere keren sprake zijn van 2, overlastgevend 3, gedrag, 4, intimidatie. Dat moet echt een aaneenschakeling, echt een bestendige gedragslijn, om het maar zo te zeggen. Zodat je ziet van dat is echt een iemand die constant maar weer gedrag vertoont waar mensen in de wijk ongelooflijk veel last van hebben. Ja, maar ik probeer te achterhalen wanneer dat is, omdat dat zo onduidelijk. Kijk, als iemand een feest heeft gegeven, dat begrijpen we allemaal, en een keertje de politie komt langs, dat zal het niet zijn. Dus er is meer aan de hand. Alleen, wanneer is het punt dat het te veel is en wie bepaalt dat? Nou, als er stelselmatig, inderdaad, iedereen kan wel eens een feestje geven. Ja. Het kan tot diep in de nacht doorgaan. Dat komt voor. Dat komt ook wel wat vaker voor. Dat is het probleem natuurlijk niet. Maar als je ziet dat bepaalde personen gewoon stelselmatig klachten opleveren van geluidsoverlast, en dan stelselmatig, dan heb je het echt iedere week. Dat mensen echt zeggen van ik kan niet meer normaal slapen, ik functioneer niet meer, ik moet 's ochtends om 7 uur op, ik heb een gezin met kinderen, ik heb een baan. En dat allemaal belemmerd wordt door een overlastgever, dat kan er echt een behoorlijke impact hebben.